Ja, de verkiezingsdag is altijd heel erg bijzonder. Ik moet wel zeggen, we hebben iets te veel verkiezingen zo langzamerhand. Maar als zo is, is het toch wel een dag waar je met bepaalde kriebel aan begint. En ik hoop natuurlijk ook dat het heel erg goed gaat. En de opkomst doorgaans heel erg hoog. De vorige keer zo'n 80%. Er zijn 1500 mensen bezig om dit vandaag en morgen, want dan tellen we ook goed te laten verlopen. Dus ja, je kunt begrijpen dat ik vooral ook hoop dat het goed loopt en veel mensen komen stemmen. En u bent met een bewoner van OBG hier naartoe gekomen. Kunt u daar iets over vertellen? Ja, het is eigenlijk zo gekomen dat bij OBG was altijd een stembureau, maar bij OBG wordt op dit moment verbouwd. En dat zien we bij elke verkiezingen wel, dat de stembureaus die we vaak al langer hebben, soms even tijdelijk onderbroken moeten worden. Dus nou ja, dat is hier op de school, op Klein Heijendaal. En vanuit contact met de OBG kwam er voor dat het misschien wel een leuk idee was dat ik meneer Ter Wint even mee zou nemen, zodat hij toch veilig en snel kan gaan stemmen. Er loopt ook een aparte busdienst, hè, vanaf OBG kan ik trouwens zeggen vanaf 11 uur. Maar ja, zo ziet u, soms moet iets aangepast worden, maar dat is voor sommige mensen natuurlijk toch wel een verandering. Ja, nou even lastig, want het is natuurlijk niet gelijk om de hoek, maar ik vind het hartstikke leuk. Hoe vond u het om met de burgemeester te gaan stemmen? Ja, ik vond het geweldig geworden, dat ding. Ik kan het dadelijk nog op een gegeven moment nog even bedanken dat hij dus op een gegeven moment de tijd voor mij vrij heeft gemaakt. Ja, want ik weet dat deze burgemeester het ontzettend druk heeft altijd. Nou ja, geen enkel probleem. Leuk om te doen. Maar kijk, ik ga sowieso op pad nu nog naar een tiental stembureaus. En ook zelf stemmen. Dus het is een mooi begin van de dag. Mooi zonnetje erbij. Twee stemmen hebben we samen al uitgebracht. Dus laat ieder andere het nu ook maar komen.